Lieve allemaal, het was een heel andere sectie dan de vorige. Bij de eerste sectie was elke dag overdonderend mooi, maar nu moest je beter je best doen de schoonheid te vinden. Maar als je het dan had gevonden, dan was het ook echt betoverend. Bij deze zal ik weer stukjes uit mijn dagboek met jullie delen. Dag 7. Vandaag hebben we ons eerste bed bij de Mountain Station. En we hebben heerlijk eten voorgeschoteld gekregen. Zoveel verse groenten. De Zweedse keuken heeft ons verrast. We zaten aan een tafel met een wat ouder Noors stel. Het was even aftasten, maar wat een verhalen kwam er naar boven. De twinkeloogende man van het stel wilde door ons ook weer de wildernis in, grapte zijn vrouw. De Scandinaviërs die we hebben ontmoet, zijn anders in hoe ze in contact staan met de natuur. Wilder, ze weten wat ze doen, zelfverzekerd en vrij. Ze praten over de dalen en rivieren op een mythische manier. Om maar een voorbeeld te noemen. Nooit zonder handschoenen aan naar het noorderlicht wijzen, dan neemt hij je mee. Gisteren zijn we in de sauna, of ook wel bastu, geweest. De sauna is hier heel anders dan in Nederland. Het is dé plek om te socializen. Elkaar verhalen vertellen, soms zelfs een biertje in de hand. Preut zijn ze hier niet. Overal zijn ramen, zelfs in de wc's. De Zwitsers die we gisteren hebben ontmoet, racen weer door. Ongelooflijk hoe hard die gaan. Het is moeilijk onszelf in controle te houden. Maar we hebben rust nodig, want zo luxe als hier is het de afgelopen week niet geweest. Dag 8. De dieren willen niet gezien worden. Ze willen lekker hun gang gaan. De mentale fase is aangebroken. Op het moment regent het kei en keihard. We zijn aan het wild kamperen. Wat ik al dood en doodeng vind. Elk geluidje is een beer of een onweersbui. Daarom exposure therapy in praktijk gebracht. Jezelf confronteren met je angsten en er dan achter komen dat het wel meevalt. Vreselijke therapie, maar zeer effectief. Gelukkig is er in de buurt van de tentplek een emergency hut. Dat is een mini hutje met één kamertje. Met een bank, tafel, bezem en stoffen en blik. Als het dan echt noodweer is, wat het nu wel een beetje is, kan je daar schuilen. Heel fijn. De tent is sterk, maar ik ga zo nog wel even checken tussendoor. Je ziet het best wel goed. Hey Nins. Insane harde regen hier. Wat is hier aan de hand? Het zijn insane harde regen hier. Is dit Zweden? Ik kan het wel even laten zien. We zijn dus aan het wild kamperen, wat ik doodeng vind, maar goed. We zijn het toch gaan doen, want het zijn supersterke mensen. En wat heel erg fijn is aan deze wildkampeerplek, is dat er een emergency shelter is. Wat super goed uitkomt, want dit weer. En de tent, ja, de tent staat dus nu nog wel. Die gaat gewoon prima hoor. En die gaat gewoon prima wel, hè? Ja. Ja. Alleen, het was zo hard dat ik dacht, we gaan gewoon even lekker een kopje thee hier zetten. En dan kunnen we gewoon hier even de regen uitzitten. Daar zit Rinse, die gaat de thee zetten. Je kan het misschien als ik de deur 1 seconde open doe, dan kan je het wel horen. Het lijkt me wel ietsje minder weer. Nou ja. Nee. Nee hoor. Goed. So far. The emergency. De natuur is zo krachtig en groots en oncontroleerbaar dat men er veel van kan leren. Want ook in het dagelijks leven wil men graag controle hebben, waaronder ik. En hier word je niet gelukkig van, want je streeft iets na wat niet haalbaar is. Ik merk ook dat juist als er niks gebeurt, mijn gedachten met me aan de loop gaan. Nu het hard regent, ben ik weer rustig. Dag 9. Heerlijk geslapen. De hele nacht was er nog regen en in de ochtend wind. Maar het is gelukt. Ik had besloten niet bang te zijn voor beren. Dat hielp. De emergency shelter was echt een zegen. Het voelde als mijn thuis toen we eenmaal vertrokken. Vandaag was gelukkig weer heel mooi na de eentonige dag gisteren. Eerst een flinke klim en toen een welverdiend uitzicht.
En wat een supergezellige avond. Het begon met onze eerste duik in een ijskoud meer. Gelukkig was er een sauna bij de hut, waar we met ons tentje bij staan. Daarna rond een kampvuur uren gedobbeld, gesnackt en gelachen met Spanjaarden, Oostenrijkers en Zweden. Echt heel gezellig. Dag 10. Heerlijk kruikje in mijn bed gedaan en eindelijk tijd om te schrijven. Sarek heeft mij betoverd met zijn schitterende regendruppeltjes in het conifere oerbos, met zijn uitgestrekte delta vol wilde dieren en met zijn pieken. Vandaag was echt een highlight dag. We hadden heerlijk geslapen en waren fit voor de dag. Zonder tassen skerven opgevlogen. Nou ja, duurde alsnog 5,5 uur heen en terug naar de hut. Maar jeetje, wat een uitzicht vanuit de top. Het was echt onwerkelijk. Allemaal lijnen van verschillende kleuren water en vlakken groen tussen de bossen en rotsen. Toen de hagel begon, snel naar beneden gegaan. Na overdonderd te zijn door skerven, hebben we de boot gepakt naar een ander deel van Sarek. Een oeroud woud met dennen en berkenbomen, mos en heel veel paddenstoelen. Het is er windstil en je kan er dagen in verdwalen. Het voelde meteen heel magisch. Claustrofobisch of geborgen. Het is maar hoe je het bekijkt. In ieder geval een kriebelig muggen sprookjesbos. We gaan hier nog veel van zien de komende dagen. Maar eerst wild kamperen. Dag 11. Aangekomen in Kvikjok. We hebben er nu 185 kilometer op zitten. Meteen kwamen we weer de Oostenrijkers en Spanjaarden uit de vorige hut tegen. Dus het was een warm welkom. Het was een lange maar zonnige dag in het bos. De hele dag in het bos. Maar wat voor een bos. Een oerbos met omgevallen bomen. En paddenstoelen zo groot dat de kaboutertjes eronder kunnen schuilen. Daarnaast wonen de kabouters in holle bomen. En ze verbouwen hun groenten op het mos. Op een gegeven moment kwamen we na uren lopen bij een hut aan. Aan een meer. We hadden honger, dus heerlijke smerige pasta kaas gegeten. Wat was het daar mooi, idyllisch en sereen. Rinse moest erg zijn best doen mij daar weg te krijgen. De trail loopt niet zichzelf. De hostvrouw zei dat haar ouders in 1948 hier een foto hebben gemaakt. En dat het enige wat veranderd is, de grootte van de bomen is. Ik kan altijd terugkomen. De muggen waren intens vandaag. Maar gelukkig hebben we muggenparfum. Houd de muggen weg en wij verdoezelen ons zweet met eucalyptus. Vandaag te horen gekregen van de medewandelaars dat er veel ibuprofen wordt geslikt om het vol te houden. Ikzelf heb dit nog niet gedaan, zodat ik goed naar mijn lichaam kan blijven luisteren. Vanochtend voelde het echter alsof al mijn botten in mijn voeten waren gebroken. Maar nu gaat het wel weer goed. Dus zonder ibu gaan wij verder. Morgen beginnen we met de meest desolate sectie. Geen hutten om aankopen in te doen of in te schuilen. Terwijl we dat juist in die sectie het allermeest nodig hadden. Maar dat horen jullie volgende keer.